Het is medio november en ik ben op de camperplaats Brilon. En Brilon ligt in het Sauerland. Ooit, in het verleden, is Brilon de hoofdstad geweest van het hertogdom Westfalen. En blijkbaar ook een hanzestad. Nou, ik laat je even de plaats zien. Ik sta op dit moment hier alleen. Dat gebouw wat je daar aan de achtergrond, op de achtergrond ziet, dat is de Schützenhalle. En die parkeerplaats voor de Schützenhalle, die is voor auto's, maar ook voor campers die hier maar een paar uurtjes willen blijven om de stad te zien. Dus als je hier wilt overnachten, dan word je geacht om dit gedeelte van de plaats te nemen. Hier staan twee stroomzuilen met elk vier stopcontacten. En ik heb het gevoel dat de wifi heel goed is, want ik zie op dit kleine terrein zie ik drie zenders staan. Ik heb het nog niet uitgeprobeerd, want ik ben net aangekomen. En ik ga zo meteen even de buurt verkennen. Eerst even betaald heb ik hier. En dat kan met kaart, maar dat kan ook met munten. Daar is dat ding. Is het heel simpel eigenlijk. En hier ga je water tanken, vers water. Dat zit hier. Het is in de winter verwarmd. De plaats is ook zomers en winters geopend. Dus hier is altijd vers water. En wat heel erg prettig is, chemisch toilet en grijs water zit aan de andere kant. Dus dat komt niet in contact met elkaar. Hier kom je ook makkelijk bij. Bodeneinlass, chemisch toilet, waarschijnlijk ook verwarmd, zo te zien. Ja, de plaats zelf heeft 12 stelplaatsen, met stroom dus. En nou ja, op de achterkant hier, op de voorkant bedoel ik, kun je dus ook nog staan. Interessant is dat direct achter de Schützenhalle heb je een Aldi. En tegenover de Aldi is nog een Edeka. Dat is ook een supermarkt. En wat ik nu doe, ik loop even de stad in en laat je dat even zien. Achterkant. Als je even om de Schützenhalle heen loopt, dat is nog geen 50 meter... dan heb je hier een Aldi en tegenover van de Aldi een Edeka. Dus als je hier met je camper staat, kun je natuurlijk zo lopend naar de supermarkt. En de Edeka heeft ook een bakker en dat ken je wel in Duitsland. Dat zijn bakkers waar je belegde broodjes kunt eten en waar je ook lekker kunt zitten voor een kop koffie. Dit plaatsje begint dus de Rothaarsdijk, die ik in elk geval volgend jaar in het voorjaar wil lopen.
dit was het filmpje van de camperplaats in Brilon in het Sauerland. Als je nog niet geabonneerd bent, dan zou je dat nu kunnen doen. Het is gratis. En tot de volgende keer. Dag!